verandering die begint, wat te spelen met een bal is, komt hem halverwege ook weer terugbrengen. Goed zo! Hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij je groetje nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, Elwing die begint wat te spelen met een bal is, komt hem halverwege ook weer terugbrengen. Goed zo. Doe maar. Doe dan. Pakken. Pak dan. En waar ligt Rijka? Nou, die gaat dan onder de tafel leggen. En ook maar aan de kant, want ik vind dit allemaal maar gek. Ik hoef niet met een bal te spelen. Die speelt liever op andere manieren. Nou ja, en Willy is weer in huis. Hoi. Hoi. Dus ja, dat... ja, helemaal geweldig. En ik ga straks even lekker met ze lopen, hè. Ja, maar eerst me... Koffie. Ja, en het is vandaag maandag, lieve vrienden. En het is de 29ste van de 4e 2024. En we leven om 16 minuten over 1 alweer. Ja, ja. En wat gaat de dag ons verder brengen? Nou ja, eerst hebben we Willy. Ja. En als Willy weggaat, dan maak ik me ook klaar om weg te gaan. Goh. En dan ga ik naar Danielle. Gewoon wat al wordt er binnen. Dan ga ik even naar Danielle op visite. Maar je moet ook werken. Dus je gaat hoort op. Ja. Ja. Dus. Maar oké, we gaan naar de koffie, lieve vrienden. En het zonnetje schijnt en daar zijn we blij mee. De lucht is daarom strak blauw. Maar hier hebben we bewolking. Dus ja, hoe dan? En daar gaat de telefoon. Dus ik zou zeggen, doe gewoon en tot de volgende keer. Ja, lieve vrienden, een moeder eend en allemaal kleine jonkies. Oh, zo lief. Het is voor het eerst dit jaar dat ik jonkies zie en mama erbij. 1, 2, 3, 4, 5 tel ik er. Waar is nummertje 5 nou? Dan zie ik nummer... Oh, daar. Oh ja, het is zo'n klein grut en dat in, dat in die troep. Oh, wat lief, wat lief, wat lief. Ja, ik ben bij de dames aan het lopen. Oh, lief. Geweldig. Maar ja, we gaan weer verder, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Nou, dan hebben we weer kuikentjes van de meerkoetjes. Hoe geweldig is dat nou weer, hè? Ja, zo lief. Hup, achter die boot. Oh, kom eens aan, hoor. Kom eens aan. Oh, wat geweldig. Oh, wat lief, wat lief, wat lief. Nou, hoe geweldig is dat toch weer, hè? Nee, een groepje met jonge eendjes. En een groepje met meer koetjes. Helemaal geweldig. En daar zit een mama meerkoetje op een bootje op haar nestje. Althans, in een bootje op haar nestje.
Wat papa meerkoetje is, weet ik niet. Maar die is er s'avonds meestal er wel bij. Dus, dat dus. Hoe wonder is de natuur, hè? De natuur die doet het zelf, mensen. Ja, echt. Echt waar. Zo bijzonder. Daar heb je Rijka. En daar staat Elwin. En waar het zonnetje uit komt stralen, daar moeten wij weer in. Ja, en daar ligt ze. Dat ik wens jullie bij deze een hele fijne avond. Ik moet nog eten en dat gaan we straks ook doen. Maar ik had er net weer visite. Ja, dat was denk ik ook weer een bliksembezoek. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het was er wel. Ja. Dus. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet van dit wonder mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik weer. Ja, ik hoef niet weg. Nee, ik hoef niet op visite naar Danielle. Want er is het een en het ander gebeurd met het arme kind. Nou ja, kind, ze is volwassen. Het is een volwassen vrouw van 48 jaar. Oké, ze heeft een achterstand, maar dat neemt niet weg dat ze wel volwassen is. Ja, ze zal misschien qua leeftijd, nou ja. Ja, ik weet niet hoe hoog haar IQ is, maar de IQ die is wel hoger dan dat het was dat ze 18 was. En ze wordt overal in belemmerd en nou heeft ze eindelijk een keer de waarheid durven te zeggen, ook op haar werk. Maar er was er eentje die begon haar uit te lachen. Dus ze is gewoon weggelopen. Goed zo, het is goed gedaan. Gelijk ook kappen met het werk. Want daar behoort ze niet thuis. Ze werkt verdorie achter de kassa, ja? Ze is niet gek of wat dan ook. Iemand die, als jij achter de kassa kan werken, dat kan ik nog niet eens. Zou ik bij hoge belang niet weten. En ik denk ook dat het daar niet meer naar binnen wil. Nee. Ook al zou ik het me 100 keer uitleggen, ik zou het niet weten. Maar zij weten dus wel, hè? Ja. Maar in ieder geval, ja. Het is gewoon bizar. Het verhaal krijgt nog een staartje. Mag ik hopen. Maar in ieder geval, ik heb zelf ook onverwacht visite gekregen. Tenminste, onverwacht. Diegene belde mij op, laat ik het zo zeggen. Diegene die belde mij op om te vragen of ik thuis was. Ik zie je, want Willy is er ook. Oké, nou dan kom ik eraan. Om een bakkie. Nou, die is nou weer net weg, maar die wil voorlopig even niet in de vlog. Met redenen, dat weet ik, die redenen. Dus dan vlog ik ook niet, dan film ik niet. Voorlopig eventjes niet. Dus dat komt even helemaal goed. Ja, daar heb ik respect voor. Voor die wel, voor diegene. Ja, er zijn er ook een hoop mensen, dan krijg ik pas achteraf te horen. Hé, ik niet hoor. Hallo. Dan had je niet zo je eigen moeten uitsloven. Net zoals afgelopen zaterdag op de markt daar in de andere wijk, waar ik die heksen heb gekocht. Was er ook een, die vraagt aandacht, die gaat zwaaien. Ja, dat moet je bij mij niet doen, want je vraagt aandacht. Oké, krijgen, dus huppata. Ik zeg, dan kom je wel op YouTube. Zei ik erbij. Ja, maar dat hoef ik niet. Ja, ho, dit doe je zelf, hè. Jij vraagt aandacht. Had je dat niet moeten doen? Had ik ook niet gefilmd. Want ik was naar beneden gericht, naar de kraan. Waar er allemaal op stond. Dus ja, hoe dan? Maar in ieder geval, ik heb nou weer tijd voor mezelf. En ik ga zo mijn spelletje weer doen. Ik moet eerst even Google aan hebben. Want ik wil die hebben. Het gaat over huidkanker. Dat wil ik straks eventjes lezen. Ja, iets over huidkanker. Moet ik het even, ik scroll te verder. Te ver.
ja, dat wisten we al. Oh, en mijn ogen willen trouwens ook niet helemaal wat ik wil. Pfizer hield toezichthouders bewust in het duister over dit levensgevaarlijke vaccin-ingrediënt. De schokkende waarheid over huidkanker. Wat ze je niet vertellen over de zon. Wat vertellen ze? Is alles wat ons wordt verteld een dikke vette leugen? Daar lijkt het wel op. Terwijl ze continu waarschuwen om uit de zon te blijven, om huidkanker te voorkomen, vertellen ze niet dat zonlicht misschien wel de belangrijkste voedingsstof voor het menselijke lichaam is. Door zonlicht te mijden kan je kans om vroegtijdig te overlijden verdubbelen en heb je meer kans op andere kankersoorten. Voilà, dus de zon in, mensen, de zon in. Ja, ik ga even verder. Zonlicht is ook belangrijk voor je mentale gezondheid. Vermindert de kans op borstkanker, is van essentieel belang voor je ogen weer. Oh, die doen ook lastig. Cardiovasculaire gezondheid en verlengt je leven. Hé, hey, en dat wil Den Haag niet. En niet alleen Den Haag, maar dat bedoel ik over de hele wereld. Al die staatshoofden, die hoge, zogenaamd hogere lui. Oftewel, hoe moet ik ze nou gaan noemen? Hoe zal ik ze gaan noemen? Huichelaars. Ja, huichelaars, want dat zijn het. Ja, en geldwolven, dat zijn het ook. Ja. Want wij betalen hun loon eigenlijk, net zoals dat mens die Maxima heet, die vent die Willem heet. Die eten van ons, hè? Ja, wij voeden hun. Maar in ieder geval, even zien, waar gaat het verhaal verder? Geld. Vanwaar dan al die bangmakerij? Het antwoord geld. Ja. Er is, ja, nou ja. Weet je, jullie moeten zelf maar eens even op onderzoek uitgaan. Dan kom je erachter. Ga zoeken. Zoek alsjeblieft. Want inderdaad, de zon die geeft ons ook voeding die wij nodig hebben. Ik ben blij dat nu de zon schijnt. Het is heerlijk, het is ook niet koud buiten. Nee, het is gewoon heerlijk. Maar oké, lieve vrienden, ik ga lekker mijn ding even doen. Ik geloof dat ik daarna nog eventjes, als ik mijn koffie ook op heb, et cetera, want ik heb net ingeschonken. Nou, jongens. Ik en een boeren tegelijk. Gaat niet. Daarna ga ik nog eventjes een extra loopje doen met de meisjes. En ik denk even, denk ik, naar de dijk. Maar ik weet niet zeker. Leg er helemaal aan alsof als er niks tussendoor gebeurt. Ik kan nog wel iemand komen, ik weet het niet. Dus ja, dat dus. Ik weet nooit wat mijn dag brengt. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet er gewoon een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, een extra rondje gaat niet meer met de meisjes. Nee, want ik kreeg weer visite. Ik weet niet wat ze hebben, maar in ieder geval, dat was Mary. Dan kan je wel zeggen, waarom film je dan niet? Want het is Mary. Dat is een bliksembezoek. Ze drinkt één bakje koffie en dan heeft het over dingen wat jullie niks aangaat. Dus ja, dat dus. Ja. Maar in ieder geval, ja, een bizarre middag, ja. Dus daar kan ik allemaal niks aan doen. Maar ik ga alsnog wel mijn spel even doen, ja. Want ik ben even zat allemaal. Mij een beetje te druk van het goede. Ja, eventjes time-out voor mezelf. Dus ik zou zeggen, geniet nogmaals verder van je dag. Smakelijk eten en bon appétit. En tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik zou even met mijn spelletje bezig. Kon het weer niet, kreeg ik weer een bliksembezoek
van diegene die niet in de vlog nog wil. Diegene is er al wel eens in geweest, regelmatig in het verleden. Maar er is nou het een en het ander gebeurd en daarom even voorlopig niet. En nou moet diegene even het hart luchten. Ja, en dat heeft diegene dus gedaan. En helemaal niks aan het handje voor, nou ja, niks aan het handje voor diegene dus wel. Maar ik bedoel, ik vind het niet erg dat ze dan bij mij komen om het hart te luchten. Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Dan zijn ze het eitje maar weer even kwijt. En ik geloof dat ik een vlekje op mijn lens zie. Dat zal ik zo meteen ook even bekijken. Ja. Maar in ieder geval, die is met mij een beetje opgelopen, klein stukje maar. Dat ik de meisjes uit ging laten. Toen is diegene gewoon ook weer naar huis toe gegaan. En ja, nou moet ik nog eten. Dus dat gaan we nou allemaal nog even doen. Maar dat is toch even opwarmen. En dan kan ik smikkelen en smullen en eten. Eerst gaan kijken. Want dat is toch iets wat ik wel wil blijven kijken, hoe dan ook. Ja. Dus ja, ik heb nou net wel de televisie al overgezet en dat is nieuws en dat interesseert me niks. Maar ik zie daar wat staan, corrupte ambtenaren, vrij spel bij Belastingdienst. Ja, bescherming tegen corruptie, zwaar onvoldoende. Ja. Jongen, nog een hoek. Oh, mijn muis is er daar in plaats van aan de andere kant. Nou, dat zal ik even weghalen. Want het irriteert me alleen nog maar. Wat is dat nou weer? Nee. Oh, daar staat kruis. Ik zag geen kruisje staan. Ik ga, kan er even eten geven, want dat is alles wat erin zit. Dus ja, dat moet hier even gevuld worden. En dan ga ik mijn eigen eten opwarmen in de magnetron. En dat komt allemaal wel weer goed. En blijf vooral het zonnetje gaan. Zodra de zon schijnt. Ga naar buiten, laat je lekker bestralen door de zon, heerlijk. Haal die energie eruit, heerlijk gewoon, ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, het is tijd om naar boven toe te gaan, want het is 2:15. De meisjes zijn al naar boven toe gelopen, want ik heb de deur openstaan. Ja, dus we gaan gauw achteraan en lekker slapen gaan. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt de wacht over ons allemaal. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. En gezond te wel, mag ik hopen. Doei, doei.